Steeds meer schaaphouders hebben last van het blauwtongvirus. In Noordoost-Brabant is het virus volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit al bij 41 bedrijven geconstateerd. Schijndel spant daarbij de kroon. Daar zijn nu al 5 bedrijven besmet. Het is denk ik wel drukker met dat virus wat er nu rondgaat, of niet? Ja, het is heel erg druk op dit moment met behandelingen, met controleren. Daar hebben we het heel erg druk mee. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het virus ook al rondging in Nederland, is er nu een vaccin. Daardoor is het virus niet uitgebannen, maar zijn de klachten wel minder geworden. Vorig jaar gingen er toch, ik hoorde een percentage van 25% tot 50% ging dood. Nu lijken toch wel iets meer weerstand. Dus die erge verschijnselen van vorig jaar die zien we niet. Dus vooral die kreupelheden. Een beetje afhankelijk van de weerstand die ze hebben. Zie je ze ook wel herstellen na een paar weken. Maar ze vergen wel intensieve verzorging en behandeling. Dus het is een ander beeld als vorig jaar en minder dodelijk als vorig jaar. Ondanks dat de symptomen wat minder heftig zijn, voelt het vaccin voor de schapenhouders toch wel een beetje als een tegenvaller. We hadden gehoopt dat door die enting dat het voorbij zou gaan, dat ze niet ziek zouden worden. En je ziet nu wel dat het andere symptomen zijn als vorig jaar, maar desondanks zijn er toch een paar overleden. En is de algemene basisconditie niet zoals die zou moeten zijn. Dat is vooral vervelend voor de schapen zelf, maar ook voor alle vrijwilligers die een drukke, lamme tijd achter de rug hebben gehad en het nu weer verschrikkelijk druk hebben om de verzorging van al de schapen op zich te nemen. Buiten dat is het vervelend, want de schapen worden eigenlijk de hele zomer ingezet voor de diverse arrangementen. En die moeten we nu allemaal afbellen. Naast de vele extra uitgaven hebben we ook veel minder inkomsten door het virus. Het is voor schapenhouders dus een zware zomer. Toch blijft de dierenarts hoopvol over de toekomstige ontwikkeling van het virus. Ja, we hopen dus dat die schapen die nu doormaken, dat die de weerstand tegen opbouwen en dat die dan voorlopig gevrijwaard worden. Als je ziet nou de verspreiding over Nederland, dan zie je dat vooral het zuiden en het oosten de grootste besmettingsbronnen zijn. En dat het gebied waar vorig jaar heel erg de uitbraken zijn geweest, dat het daar nu vrij rustig is. Ja, het is geen garantie, maar dus dat geeft toch wel de hoop dat ze het dan op het moment dat ze het doormaken, dat ze wel de weerstand hebben dat ze niet meer ziek worden. Ja.